Afgelopen weekend was het de zeldzame gelegenheid voor de oldtimercrossers om deel te nemen aan een wedstrijd op de legendarische Keiheuvel te Balen. De eerste reeks pre-95 was een kolfje naar de hand van Sven Breugelmans, die niemand in zijn buurt duldde. Hij was ronduit te sterk op zijn Honda CR500 en won zo afgetekend de eerste reeks. Dan was er de start van de reeks Twin Shocks met een kopstart van Michel Paulussen, die al snel werd voorbijgegaan door Steven Peters op een Maiko. Het zware zand in Balen was pittig voor mens en machine. Zo kwam het dat Brenda Wagemans plots als leidster voorbij kwam aan de jurywagen. Steven Peters kreeg af te rekenen met schakelproblemen en moest zo proberen de schade te beperken. Ook lokaal matador Jan Geboers had zijn motor nog eens van stal gehaald om mee te doen in eigen gemeente. Brenda Wagemans won zo de reeks en kreeg direct nadien nog een verplichte geluidscontrole. Die bleek echter perfect in orde. De tweede reeks pre-95 dan. Sven Breugelmans was ook nu weer als beste uit de startblokken geschoten en reed alweer zonder enige concurrentie naar een nieuwe reeks zegen. Met twee reeks zegens was hij uiteraard ook de eindwinnaar in de klasse voor motoren gebouwd voor 1995. Michel Paulussen was ook nu weer goed gestart in de tweede reeks Twin Shocks. Pechvogel van de eerste reeks, Steven Peters, was nu echter goed gevolgd en trok al snel naar de leiding in de wedstrijd. Achter hem ontspon er zich een hevig gevecht tussen Brenda Wagemans en OVI-rijder Ronnie Lambrechts, die in de eerste reeks was uitgevallen met een defecte bougie. Dat duel leek in het voordeel van Lambrechts uit te draaien, maar in de laatste ronde kreeg hij echter af te rekenen met een kettingbreuk. Steven Peters won de reeks en ook de eindrangschikking in de klasse Twin Shocks.